heen en weer loopt. Maar hij kijkt er heel bezorgd bij. Ja, hij kijkt ook heel... Ja, wat een herrie is dat, hè? Wij hebben ook een beetje het idee dat het de laatste keer is dat Romke erbij is. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het zaterdag. Mijn naam is Tineke. Ik ben van het kanaal Ontvloggende 50-plusser. Leuk dat jullie weer hebben aangeklikt op mijn kanaal. Het is middag. En Chris is de voortuin aan het doen. Onkruid wieden. We zijn al eventjes naar Leeuwarden geweest vanmorgen vroeg. Naar de BCC. Want wij hadden een tandenborstel... Een hele dure tandenborstel, een Silkin Tooth Wave. Ja, een speciaal ding, die doet dan met pulsjes en weet ik allemaal. Ja, Chris die heeft dat ding toen een keer voor de kerst gevraagd. Ik denk al 3 jaar geleden dat hij al zo oud is. En echt zonder dolle, dat ding is al 4 keer stuk geweest. En we hebben hem iedere keer opgestuurd en een nieuwe gekregen. En... Van de week was hij weer kapot. Dit was dus de 5e keer. Dus wij zijn weer teruggegaan naar de WCC winkel. En hele goede service hoor. We hebben lekker even een koffie gehad. En daar even gezeten. Want ze waren met een nieuw computersysteem bezig. Dus dat is allemaal lastig voor hun ook. Maar wij hebben ook gezegd. We willen deze niet meer terug. Dit model. Een ergernis. Dus we hebben nou een Oral-B ervoor teruggekregen voor hetzelfde geld. Dus nou, kijk eens aan. Goede service. Dus dat hebben we al even gedaan. Straks komt Celine. Die komt met de auto, met Finn. Want Kevin moet werken. Dus die dacht, nou, dan ga ik gezellig naar pa en ma toe. Robin komt straks ook. Die zou vorige keer mee op kraambezoek. En dat ging niet door omdat hij niet lekker was. En omdat ze hier toch komt, komt hij ook gezellig hier. Even gezellig met elkaar eten. Ik ga zalm spinazie schotel maken. Nou, hoe gezellig is de zaterdag. Ja, niet varen. Ik denk dat wij morgen even voor de laatste keer gaan varen. Als het een beetje redelijk weer is. Het is nu ook niet echt slecht weer. Het is best lekker weer eigenlijk. Maar ja, we hadden natuurlijk van alles andere dingen op de planning. Dus... Dan gaan we morgen maar even varen. En hier staat het reiswiegje al klaar. Waar die lekker in kan. Deze heb ik van een vriendin van Celine te leen. Dus dat hoeft ze dan niet mee te nemen. En ik heb wat lakentjes en dekentjes van de overbuurvrouw overgenomen. Dus dat heb ik hier ook allemaal al. Ik heb luiers, doekjes. Dus hoeft alleen Finn mee te nemen. Eten mee te nemen. En de maxi cozy. En het onderstel misschien dat we even kunnen lopen. Nou, dat zien we straks wel. We gaan eerst even een lunch doen, denk ik. En dan wachten we af tot ze komt straks. Zoveel zin in. En wie is hier? Ja! En Celine! Hij kijkt er heel bezorgd bij. Ja, hij kijkt ook heel... Ja, wat een herrie is dat, hè? Ik krijg toch wel echt wimpers. Krijg jij wimpers? Nee, wel. Krijg jij wimpers? Oh, maar dat vinden we mooi.
Zo, goedemorgen. Het is zondag 11:15. En we zijn op de boot, je ziet het goed. We zijn toch maar gaan besluiten om lekker nog even te varen. Het kan nog vandaag, het wordt lekker weer. Maar het is wel herfst. Het is, alles is nat, dus je moet hem eerst helemaal droog maken. Stijgers zijn al nat en glad. En dan is het toch wat lastig om aan boord te komen hier, want het is zo'n zijstijgertje. Het is heel smal en er ligt geen boot aan de andere kant. Dus dan moest je daar heel voorzichtig met Romke voorbij lopen. Die snapt ook niet dat het glad is. Maar het is heerlijk weer. Maar een hoop boten zijn al klaar voor de winterberging. Die liggen hier al klaar om eruit getakeld te worden. En wij doen dat denk ik over 1 of 2 weken. En eens kijken of we vandaag nog even een lekker stukje kunnen varen. Even ergens kunnen liggen. Maar het zal niet op de wal zitten worden. Want het is natuurlijk een stuk kouder. Het is wel lekker weer, maar het is wel een stuk kouder al. En we waren kapot allebei gisteren. Ja, het is allemaal weer even wennen. Zo'n klein manneke. Hij was wat huilerig. Moeilijk met eten. Ik denk dat hij een regeldag had. Hij was in een andere omgeving. Dus ook misschien wat van slag. Dus ja. Chris heeft de sleutels even opgehaald en die nam ik niet mee uit de auto, vergat ik. Dus. Jij wilt eten, want jij hebt niet gegeten thuis. Hé? Zullen we dat eens regelen dan voor jou? Hé? Nou, je bent weer thuis, dus je kan eten. Hé? Ga maar eten. Zit er nou onder? Ja. Nou, daar gaan we. Ik denk dat dit de laatste keer is dat we de haven uitvaren. Van dit jaar. Van dit jaar. Tuurlijk van dit jaar. Volgend jaar gaan we gewoon weer door. En straks komen we natuurlijk voor de laatste keer terug. Dus we gaan deze dag nog even lekker meepikken. En jullie gaan nog even mee. Warm onder het zwemvestje bij Romke. Ja, je hand onder doet. We varen op de gewoongerijfde poelen. Ik heb water op staan voor koffie. Dus. We genieten nog even. Het is wel, wel frisjes hoor, dat wel. Maar, ach, lekker de jas aan, hè? Thuis is de kachel ook uit. Daarom. Kunnen we niet meer betalen? Nee hoor, kunnen we niet meer betalen. Nee. Heerlijk. Ik heb het zelfs warm, joh. Ja, ik heb wel een kooltrui aan. Ja, het is daar wat kouder. Dan zit je weer op de wind. Er komt een zeilboot aan hier. Geniet ook nog eventjes. Nou, waar liggen wij? Wij liggen heerlijk aan de Gooigrijpse poelen. Het is lekker rustig. Ligt hier voor wel een boot. Voor de rest ligt hier helemaal niks. Ik heb water op staan voor een soepje. Een kuppensoepje.
En dan gaan we niet al te laat die kant weer uit, want we zullen ook nog eventjes naar Chris' moeder toe. Spin? Spin? Waar is een spin? Oh ja, beste spin, zeg. Ja, ik heb niet zo angst voor spinnen. Het ligt een beetje aan hoe groot ze zijn trouwens. Deze is best groot, maar zo ben ik er niet bang voor. Maar het idee dat ik 's nachts ergens lig en ik weet dat er een spin in die kamer zit, dan die in je neus of in je mond gaat. Nee, dat. Nee. Kan zien hoor, door de camera heen. Lastig. En daar zitten allemaal ganzen. Hele weiland vol. Daar hebben de boeren toch wel last van. Ze scheiden ook heel veel natuurlijk. Zo, soepje gehad en een broodje gegeten en ik zal Romke even laten plassen nog en dan gaan we straks weer richting Sneek naar Chris' moeder. Even kijken hoe de vlag daarbij hangt. En het is niet alleen het laatste weekend, denk ik. Het is niet alleen de laatste keer varen voor ons, denk ik, maar wij hebben ook een beetje het idee dat het de laatste keer is dat Romke erbij is. Dat, hij wordt zo hard minder. Thank you.
Goedemorgen. Beetje lastig, want dit scherm is kapot in de kantelstand, in de selfie-stand. Dus ik hoop maar dat mijn hoofd erop staat. Het is vandaag woensdag en mijn hond staat schapenstond te vreten. Nee, ophouden. Ik ben in het natuurgebied, lekker aan het lopen met Rompke. Het is mooi weer. Ik ben even aan het genieten. Ik was opgestaan met het idee van, ik ga lekker vroeg beginnen met alles. Maar ik zat zo lekker een beetje op die social media, een beetje op Instagram te loeren voor je 8:30. En ik wilde nog yoga doen, dus ik heb nog yoga gedaan. En voor ik het wist was het 9:30. En nu loop ik met Rompke buiten. Nou ja, dan maar wat later alles opstarten. Ik wil de stad eigenlijk ook nog even in. Ik moet haar verf hebben. Eerst dacht ik van, zal ik het lekker laten vergrijzen, maar dan ben ik echt zo'n oma, hè? Ik ga het toch nog een keer verven. Ik wil toch nog niet helemaal grijs zijn. Dus dat ga ik straks doen, de stad even in. En dan, even genieten van het mooie weer. Dat ga ik doen. En in huis aan de gang. Dat sowieso. Even boven eens eventjes wat organiseren. Want ja, Finn komt straks een dagje in de week bij me. Dan ga ik oppassen. En voor die tijd komt hij een heel weekend. Want dan willen ze een weekendje weg. Dus ja, dan moet ik wel een beetje alles op orde hebben. Dus ik eens even te bedenken of ik hem in de reiswieg laat slapen. Of dat ik een campingbedje ga bestellen. Kijk, dat kan sowieso wel. Die zijn niet zo super duur. Je hebt, beneden de €100. Nou ja, €50 wel heb je best leuke campingbedjes. En kijk, als ze zelf een keer op vakantie willen, kunnen ze natuurlijk altijd meenemen. Dus dat is altijd, heb je twee vliegen in één klap. En ik vind ook altijd, die kan je ook makkelijk even in de woonkamer zetten als box. Maar ik heb er zin in, jongens. Och, zo heerlijk. De schapen staan me hier aan te kijken van, wat ben jij allemaal aan het doen? Ik laat Rompke ook niet los, want ze zijn in hetzelfde weiland. Dus dat moet ik niet doen. Allemaal ganzen. Hallo dan. Nou, hele club. Die maken zich op, denk ik, voor de grote trek naar het zuiden. Nou, hiermee is ook een eind gekomen aan deze video. Ik hoop dat je me leuk vond. Steek een duimpje omhoog als je denkt van, nou, dit was een hele leuke vlog. Abonneer je nog even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En druk dan ook even op dat belletje, want dan krijg je iedere keer even een seintje wanneer ik weer iets geüpload heb. En dan rest mij nog iedereen een heel fijn weekend te wensen. En blijf gezond, alsjeblieft blijf gezond. En graag tot een volgende vlog. Doei doei.